Bladel heeft een primeur met een medicijnrobot. Een machine waar je met spoed medicijnen kunt halen. En dat is handig, want in veel dorpen is het steeds moeilijker om buiten kantooruren in de buurt medicijnen te krijgen. Met één druk op de knop is de verbinding tussen de huisartsenpost in Bladel en de apotheek in Eindhoven een feit. Goedemiddag, Centrale Dienst Eindhoven, Claudia. Waarmee kan ik u helpen? Je recept wordt gescand en de assistente zet dan de robot in Bladel aan het werk. Heeft u een ID-pasje bij zich? De receptverwerking is gewoon hetzelfde, alleen je communiceert wat meer met de patiënt omdat ze niet zien wat jij hier achter de computer doet. Dus bijvoorbeeld we zeggen we printen het recept nu even uit, we gaan het nu invoeren in het apothekerssysteem. Dat is eigenlijk het enige verschil. We leggen de patiënt meer uit wat we aan het doen zijn, zodat ze weten dat we bezig zijn achter de computer. De robot plakt een sticker op het doosje, daar wordt een foto van gemaakt en die wordt dubbel gecontroleerd. Pas daarna geeft de assistent het medicijn vrij. Het is erg duur om dienstapotheken op locatie, met name in de plattelandsgebieden, om die in de lucht te houden. En wij zoeken naar een betaalbare manier om toch deze levering op locatie te kunnen blijven doen. Alles is duidelijk. Wens ik u nog een fijne dag. Dag. Nou, de proef duurt een jaar en dan wordt gekeken of het op meer plekken kan worden ingevoerd.